nog even niets. Uw dag begint, dus laat het weer vergaan. Dat je bestaat. Houd van het leven, het leven houdt voor jou. Kan je dan zeggen voor het zorg dat iedereen je voelt. Ook van de andere kant van het water. Des op de 12e plaats. Op de 11e plaats. Onze vrienden uit Limburg. PMR. Was geweest, dan was het denk ik plaats 19 geweest, denk ik. Dank u wel. Op de 9e plaats, Sportclub Genemuiden 10. Sportclub Genemuiden 8, op de 8e plaats. Op de... Oh, Tim mag hem ophalen, die neemt afscheid van het jaar, dus... Op de 7e plaats, Sportclub Genemuiden 4. Sportclub Genemuiden 4 op de 7e plaats. In het verleden een toernooiwinnaar geweest als Sportclub Genemuiden 8, dacht ik. Poenies. Op de 6e plaats, de Poenies. Ja, die sturen de dames naar voren, die mogen een kratje bier ophalen. Dat is makkelijk van die mannen, hè. Oké, op de 5e plaats. De Kikkerwissers op de 5e plaats. Op de 4e plaats, dus net buiten het podium. Serenbroek 2, ook een voormalig winnaar, op de 4e plaats. Serenbroek 2 op de 4e plaats. Dan komen we bij de bekers. Op de 3e plaats. Wederom een voormalig winnaar van het toernooi. Team van de All Stars. Team van de All Stars op de 3e plek. All Stars dus op de 3e plaats. Op de 2e plaats, verrassend wat mij betreft, Genemuiden Zaal. Ja, wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Duidelijk dat de jeugd het roer gaat overnemen. Winnaar dit jaar is de FC Linksbuiten Arnhem. Winnaars van dit jaar, voornamelijk wat jongens bij elkaar, dacht ik, uit 2e en uit A1.
Hey. Nou, eigenlijk vind ik dat nu de belangrijkste prijs komt. Ja, iedereen snel, ja, klaar. Ik wil allemaal de organisatie bedanken en de scheidsrechts vooral. Die waren heel belangrijk voor ons. En vooral in de pool. Ook Veno heel erg bedankt, Darren. Dankzij Veno zijn wij eigenlijk uiteindelijk kampioen geworden. Dus daarom groot applaus voor Veno 3. Oké, nog altijd nog de sportiviteitsprijs. Ook dit jaar hebben we de scheidsrechters onafhankelijk van elkaar een naam laten noemen. En ik vind het zelf wel heel erg leuk dat hij voor het tweede jaar op rij gaat naar BMR. En het is echt geen doorgetrokken kaart, kregen we vorig jaar een verwijt van. Oké, Marco. Of Joey, wie komt hem halen? Gaan we allemaal? Dames en heren, denken jullie allemaal, daar staat wel iemand met een zacht G? Een beetje zo praten, we praten allemaal een beetje zo allemaal. Hè? Nee jongens, wij zijn al de afgelopen jaren zijn we naar Genemuiden gekomen. Maar we worden hier altijd hartelijk ontvangen. Dus mag ik alsjeblieft een welgemeend applaus voor de organisatie van het Wetering-toernooi, want het is echt... Dankjewel, heren. En sowieso nog volgend jaar. Ik ga het over volgend jaar. Volgend jaar wordt het Wetering-toernooi gehouden op 6 juli.